Afgelopen weken maakte je je debuut voor Sparta, zowel in de Eredivisie als in de KNVB-beker. Hoe was dit voor jou? Het was uh, natuurlijk een heel mooi moment. Hier heb je lang naar uitgekeken. Qua resultaat is het niet iets waar je op hoopt, maar uh, dit geeft me allemaal motivatie en uh, het laat mezelf zien dat ik op de goede weg ben en dat ik dit door moet trekken. Wat gaat er op zo'n moment door jou heen, wanneer je het debuut maakt? Zeg maar. Ik krijg meer energie van het moment en uh, gezonde spanning uh, gaat er uiteraard doorheen. Je had al een aantal keer uh, ja, bij de selectie gezeten. Had je het idee dat het uh, eraan zat te komen? Ja, ik train wel hard en uh, ik train goed. En, uh, dan hoop je natuurlijk dat het moment uh, eraan komt. En, ja, dit keer uh, was het uh, een eerder difficile debuut. Uh, nu is het alleen maar op naar meer. Je hebt in de jeugdopleiding gespeeld. Is je debuut uh, in het eerste een bekroning op je harde werk? Zie je dat zo? Ja, ik zie het wel eigenlijk zo uh... Ja, als jonge jongen werk je daar natuurlijk hard aan om op het hoogste niveau in Nederland te spelen. En uh, ja, dit, uh, dit ja, smaakt alleen naar meer. Ook wel iets waar je dus trots op bent en misschien ook wel trots op mag zijn. Dus. Ja, ja, zeker. Dit seizoen speelde je, je wedstrijden voor Jong Sparta. Ja, jullie competitie ligt nu even stil. Maar hoe kijk je terug op de eerste seizoenshelft? Ik denk dat we als team een, uh, aan een goed seizoen bezig zijn. En uh, individueel. Uh, ja, dit moeten we wel gaan doortrekken naar het tweede seizoen zelf en uh, wie weet uh, waar we gaan eindigen. Wat was je, ja, je persoonlijke hoogtepunt? Was dit bijvoorbeeld je goal tegen Quick Boys? Of zijn er nog andere hoogtepunten? Uh, de, ik denk niet dat het per se een hoogtepunt is. Uh, het was een mooie goal. We hebben een goede wedstrijd gespeeld als team en uh, individueel. Uh, maar zo hebben we er wel meerdere uh, goede wedstrijden gespeeld. Uh, ja, Mijn hoogtepunt, nee, daar ben ik nog niet eigenlijk helemaal over uit. Dat uh, ja, weet ik nog overheid. niet. Nou ja, nog genoeg wedstrijden die daar aan zitten te komen. Toch? Ja, zeker. zeker. Uh, wat zijn je doelstellingen voor het resterende deel van het seizoen? Ik blijf hard werken en goed trainen. En zo hoop ik dan op meer minuten in het eerste elftal. Voor de rest hoop ik met, met Team Jong Sparta zo hoog mogelijk te eindigen in de Jacks League. We gaan ervoor. Succes. Zeker, dankjewel. je wel.